Paulus en zijn vrienden hebben ongeduldig staan wachten, maar nu zijn ze dan ook gereed om op weg te gaan en de speurtocht naar Joris het vispaard te beginnen. Paulus heeft van het uitstel gebruik gemaakt om een flink pak boterhammen klaar te maken, voor het geval ze erg lang mochten wegblijven. En als ze zich dan nu in looppas op weg begeven, ziet hij opeens dat ook Oeguburu een pakje draagt. Hé, dat had ik nog niet eens gemerkt. Wat is dat voor een pakje, Oeguburu? Een proviant, Paulus. Net als jij, hè? Voor onderweg. Jij hebt toch boterhammen gesmeerd? Boterhammen, ja. Maar heb jij ook boterhammen? Nou, nee. Geen boterhammen. Ik heb een zakje met... Met wat, Oeguburu? Toe nou, Paulus. We hebben toch wel wat anders aan ons hoofd dan op de proviant van Oeguburu te letten. Kijk hem nou niet zo streng aan. Hij heeft natuurlijk gewoon een zakje met... Wacht eens. Nou begrijp ik wat jij denkt. Laat eens kijken, dat zakje, Oeguburu. Waarom moet je dat nou bekijken? Het is nog geen etenstijd en we hebben Joris ook nog niet gevonden. Maar stil eens even. Ik zie wat bewegen in dat proviantzakje van jou. Geef hier, Oeguburu. Ik wil het zien. Alsjeblieft. Hier op Paulus, geef terug. Dat vermoedde ik al. Foei, Oeguburu. Nou, wat zit erin, Paulus? Muizen. 5 dikke, vette muizen. Hoe haal je die je uilenhoofd, Oeguburu, om muizen mee te nemen? Je weet toch wel dat ik het nooit zou toestaan dat jij... Maar nee, Paulus. Laat ze dan toch niet lopen. Dat is zonde. Het waren juist zulke mooie dikke. En ze zagen er zo heerlijk uit. Hoe moet ik nou naar Joris zoeken zonder muizen? Niks mee te maken. Lopen jullie vooruit. Maak dat je wegkomt. De 5 muizen hollen opgelucht weg, spijtig nagestaard door Oeguburu. Als ze in kleine holletjes zijn weggeglipt, kijkt Oeguburu iets wat verstoord naar Paulus. En Paulus kijkt echt boos. Wat Salomo betreft, die schudt zijn wijze ravenkop. Ja, zoiets kan je nou weer met uilen overkomen. Als je met een uil op stap gaat, dan maak je zulke dingen mee. Die eten muizen. Bah! Hou maar op, Salomo. Ik vind het verschrikkelijk. Al zo vaak heb ik Oeguburu gevraagd om het te laten, maar hij luistert niet naar me. Het is een rare, vieze, onbegrijpelijke gewoonte van huilen. Een raaf zou zoiets nooit doen. Oh nee, nooit! Een raaf zou het niet in zijn ravenhersens halen om muizen te eten. Een raaf zou... Hou jij nou eens even op met kletsen, Salomo. En vertel liever wat er in dat pakje zit dat jij onder je linkervleugel verstopt hebt. Heb jij ook een pakje, Salomo? Wat zou dat nou? Dat is proviant. Net als Paulus heeft. Laat mij dat pakje van jou dan eens zien. Nee, maar rimpels niet. Waarom? Het is ravenkost, waar een uil toch niet van houdt. Dus jij hebt ook wat, Salomo. Nou, het is fraai. Vertel op, wat zit erin? Niks bijzonders. Nee, Paulus, afblijven. Laat mijn pakje met rust. Ik heb het al te pakken. En ook in dit pakje beweegt iets. En ik moet weten, als je me nou... Wat zit erin, Paulus? Slakken. Grote, vieze slakken. Wel 20. Ze kruipen allemaal op en over elkaar. Bah! En er zit voor rimpels nog een springhaan ook tussen. Zo, die Salomo. Wat zeg je daar nou van? Dus jij eet slakken en springhaden. Zoiets zou een uil nou nooit doen, hè? Het is een buitengemeen zeer vreemde ravengewoonte. Nee, hier valt niets te lachen, Oeguburu. Jullie moesten je allebei schamen. In plaats van ijverig naar Joris te zoeken, denken jullie in de eerste plaats aan eten. En wat voor eten? Och, ja, je hebt ook eigenlijk gelijk. We waren die hele Joris gewoon vergeten. Maar ik niet. Ik denk steeds aan Joris. We moeten hem vinden en wel zo gauw mogelijk. En we moeten die kant uit, want dat heeft Eucalypta gezegd. Ja, die kant uit. Laten we maar gaan vliegen. Dan zijn we er gauwer. Wacht eens even. Daar schiet me iets buitengemeen scherpzinnigs te binnen. De heks zei dat we al onze krachten nodig zullen hebben. Dat betekent dat ze erop rekent dat we een hele poos weg zullen blijven. Natuurlijk, daar was het aan om begonnen. Om zo lang mogelijk van ons af te zijn. Juist, Salomo. En als Eucalypta ons zo lang mogelijk kwijt wil zijn,
dan ligt het helemaal zeer voor de poot dat ze ons ook nog de verkeerde kant uitstuurt. Des te langer moeten wij dan zoeken. Gelijk heb je. Zo is het vast. Even kijken. Eucalypta heeft in zuidelijke richting gewezen, nietwaar? Ja, dat heeft ze. En wat volgt daaruit? Dat we zeer slim zullen doen met in noordelijke richting te zoeken. Precies. Dat is wat ik zeggen wou. Ga maar op de rug zitten, Paulus. Wij koersen noordwaarts. Zo gezegd, zo gedaan. Paulus klimt op de uilenrug en daar gaan ze pal noordwaarts. Eucalypta ziet ze gaan. De heks staat verdekt opgesteld onder een grote meidoorn en ze kijkt een beetje spijtig. Dit is nou jammer. Nou hebben die slimmers gesnapt dat ik ze de verkeerde kant uit wilde sturen. Dat is heel jammer, want dan kunnen ze Joris eerder vinden. Hoewel, eerder. Zo eenvoudig zal het toch niet zijn. Zelfs al vliegen ze nou met een reuzenvaart naar het noorden, dan nog zal het een geweldige toer zijn om dat vispaard te ontdekken. Want omdat ik al rekening hield met deze mogelijkheid, heb ik die Joris goed ver weggestuurd. Ja, ik heb hem. Wat heb jij? Oeh, wie is dat? Wie laat me daar zo schrikken? Ben jij het weer, Rijn? Aardig van je om me zo onverwacht aan te spreken. Om de vibratie van te krijgen. Wat moet jij hier? Doe niet zo behoefs, Eucalypta. Het is alleen maar uit ware belangstelling dat ik je die vraag stelde. Waar heb jij Joris naartoe gestuurd? En waarom zou ik dat jou vertellen? Je hebt mijn vertrouwen wel verspeeld, zou ik zo denken. Eucalypta, doe niet zo haatdragend. Het is waar dat Joris mij in een boom heeft gehoepst. Ik moet tot mijn schande bekennen dat dat waar is. Maar jij zelf hebt het er niet zoveel beter afgebracht. Want wie hoepste jou in een pan? Ja, die zet is voor jou. Je hebt gelijk. Dat heerschap was moeilijk klein te krijgen. Nou goed, dan zal ik over je nederlaag niet meer praten. Maar je hoeft ook niet te denken dat ik je al mijn geheimen vertel. Nou, kan het dan zoveel kwaad als ik het weet? Je verwacht toch zeker niet dat ik er ook op uit zal trekken om dat akelige vispaard te redden? Nee, nee, dat is waar. Daar zie ik je inderdaad niet vooraan. En nu je het zegt, kwaad kan het ook niet als ik je vertrouwen neem. Hoe fijn, dan wil je het me dus wel vertellen. Och, jawel, bij nader inzien wil ik dat wel. Het is een heel goede inval van mij geweest, Treintje. Ik denk niet dat iemand het doel van de tocht kan raden. Toe, maak me toch niet zo nieuwsgierig. Zeg het nou, ik ben toch altijd je trouwe vriend en dienaar geweest. Je raadt het nooit. Treintje. Nee, dat weet ik wel. Daarom moet jij het me ook vertellen. Toe, Eucalypta, doe nou niet zo flauw. Zeg me eindelijk waar Joris naartoe is. Naar de Noordpool. Als je me nou... Meen je dat? Ja, naar de Noordpool. En dat is hier zo'n allemenselijk eind vandaan, Treintje. Dat ze wel jaren onderweg kunnen blijven. Ja, want zie je, ze hebben er geen idee van dat ze zo ver moeten vliegen. Ze zullen onderweg natuurlijk overal naar Joris zoeken. En dat houdt op, hè. Dat houdt zo los op. Ze zullen heel wat geduld moeten kweken. Dat is slim bedacht. Alle respect, Eucalypta. Ik zou er nooit op gekomen zijn. De Noordpool. Ja, ja. De Noordpool. Thank you.